Now, the second question, again, I'll concede, doesn't seem to have anything to do with what we were just been discussing. But I think in a way, it does. En de tweede vraag die we gaan bespreken lijkt niet zoveel met het eerste uit te staan, maar toch heeft hij zeker kenmerken. How do you analyze God's word, maybe in contrast with children's honesty and purity, in seeking instruction, addressing spiritual challenges today? Hoe analyseert u Gods woord, misschien in contrast met kinderlijke eerlijkheid en zuiverheid in het zoeken van instructies, het aanpakken van spirituele uitdagingen vandaag de dag? Now, there's a specific example that follows this opening question, and I'd like to get to it shortly, but first I'd like to consider the opening question here. Er komt daarna dus nog wat, maar ik wil graag eerst even dit eerste gedeelte aanpakken. And I think, in a way, this opening question bears directly on the two aspects that we just discussed with respect to Psalm chapter 8, verse 3. En het eerste gedeelte dat bouwt dus als het ware voort op datgene wat we zo net hebben besproken, wat in Psalm 8, vers 3 stond. Because again, on the one hand, children's honesty and purity is a tremendous asset in our being able to discern God's hand, God's stamp, as it were, on the universe. Want dat kinderlijke eerlijkheid en zuiverheid is iets wat laat zien, iets laat zien van Gods stempel, Gods afdruk als het ware op deze schepping. It is through that honesty and purity that we are filled with awe and love of God. En door die kinderlijke eerlijkheid en zuiverheid worden we gevuld met ontzag en liefde voor God. But then we have the challenge of translating that love and awe into action, how to express them in our lives in this world. Dan is het de uitdaging aan ons om eer en liefde te vertalen in ons dagelijks leven. And in coming up with the best formula for expressing them in their lives in this world, honesty and purity alone are not going to be adequate. Dan zijn, als je zeg maar, uiting wil geven daaraan, dan is dat de kinderlijke eerlijkheid en zuiverheid eigenlijk niet voldoende om daar uitdrukking aan te geven. Here we also need wisdom. Hier hebben we dus ook de wijsheid nodig. Why do we need wisdom? En waarom hebben we dan wijsheid nodig? Because in essence, what are we striving to do in addressing the spiritual challenges that face us today? Want waar zijn we mee bezig als we kijken naar de geestelijke groei waar we voor willen gaan? Well, maybe I should stress first what we're not going to strive to do. Misschien is het goed om eerst te benadrukken waar we niet op gericht willen zijn. We are not going to strive to just do whatever feels like a good way of addressing spiritual challenges and go off on our own in following these feelings. Wat we niet gaan doen is streven naar om zelf maar wat aan te voelen hoe we die geestelijke uitdagingen aan moeten gaan. The reason we're not going to do that is because feelings by themselves, feelings without wisdom, can be very varied among different people. Omdat de gevoelens, als we daarop gaan varen, zonder wijsheid, wat voor heel veel mensen vatbaar is. They can even be very varied in the same person. Ze kunnen heel variërend zijn in één persoon. And as a result, it can actually be very dangerous. En als een resultaat kunnen ze daardoor dus ook wel best gevaarlijk zijn. If you'll
pardon my using this as an illustration, don't we realize the pagans in sacrificing their children and committing all terrible crimes in the name of their gods were following their emotions, their feelings? Als je me toestaat, als je kijkt naar hoe de heidenen hun kinderen opperden op basis van hun gevoel. There is one critically important tool that we have in our hands that prevents us from going in that direction. En er is één belangrijke sleutel of tool die we kunnen hanteren om die richting in te gaan. It is a tool that we have in our hands because God put it there. En die tool of die sleutel die we hebben is er omdat God die ons gegeven heeft. It is God's word. Dat is het woord van God. That is, we have a saying that whenever we pray to God, of course, we're talking to God. Er is een gezegde dat zegt als we spreken met God, dan praten we met God. But reciprocally, whenever we study God's word, God talks to us. Maar op de andere wijze is het ook zo dat als we Gods woord bestuderen, dat God tot ons spreekt. Obviously, he talks to us only when we are ready to listen. Natuurlijk spreekt God alleen als wij ook bereid zijn om te luisteren. And that does take, of course, the honesty and purity of listening when God speaks to us. En als je dus kijkt naar de manier waarop de kinderlijke eerlijkheid en zuiverheid is ervaren, dan is dat de manier waarop God tot ons spreekt. But it also takes wisdom. En er is ook wijsheid voor nodig. Because, you know, when we speak of analyzing God's word. Omdat als we het woord van God analyseren. It's a relatively simple task to just read the words and see what they have said to us. Dan is het relatief makkelijk om de woorden te lezen en te bekijken wat ze tegen ons zeggen. But to understand what they mean, how they impact upon our lives, and how they guide us to addressing new questions, new challenges. That's not easy at all. Maar om te begrijpen wat ze betekenen en de uitdaging die we in ons leven aantreffen, hoe we die kunnen benaderen vanuit Gods woord, dat is heel moeilijk. That is the essential basis from our perspective. Dat is de essentiële basis vanuit ons standpunt voorzien. Is what we read in Moses' words of guidance to us near the end of Deuteronomy in chapter 29 verse 28. Is wat Mozes aan het einde zegt met betrekking tot de richtlijnen in Deuteronomy 29 vers 28. The secret things belong to God our Lord. But those things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this Torah, this teaching. I'm just looking because I wrote it down, Deuteronomy 29, verse 28? Yes. Last verse of the chapter. You may have the chapter beginning with a different verse, but the last verse of the chapter. Ja, klopt. Het laatste vers van het, dus inderdaad het laatste, is nummer 29. De verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd. Opdat wij al de woorden deze wet volbrengen. And that of course is a crucially important principle for us.
En dat is dus een heel kritiek punt voor ons. It is about doing all the words of this Torah, of this teaching forever. Dat is dus al deze woorden van de Torah, het onderricht als het ware ook doen voor eeuwen. But it is, of course, simultaneously about focusing on that which God is revealing to us. The guidance that he gives us. Ook gaat het over datgene wat God ons openbaart. De richting die God ons geeft. Now, I feel compelled to add an additional dimension that is also contained in these words, and that from the perspective of Jewish study of the Bible is likewise essential. En wat ik ook van belang hier vind, is dat er eigenlijk een extra dimensie is die in onze traditie als het ware ook studie naar voren komt. It is noteworthy. These words are practically at the end of Deuteronomy, referring to this Torah, this teaching. That these words tell us something of how we are to relate to the Torah. En aangezien het aan het einde geschreven is, is het voor ons van belang om goed op te letten dat dit dus iets zegt over hoe wij de Torah moeten leven, uit moeten leven. As you undoubtedly know, the Hebrew Bible comprises the Torah, the five books of Moses, the prophets, and the holy writings. Zoals jullie weten, bestaat Gods woord dus uit de Torah, uit de vijf boeken van Mozes, uit de geschriften en uit de profeten. And while they are all holy, they are all sacred, they are all parts of our Bible, we don't consider them all equal. En aangezien ze allemaal heilig is, heilig zijn, onze Bijbelboeken zijn heilig, zijn ze niet allemaal gelijk. To get a little bit technical, een beetje technisch te worden, we regard all of the prophets and all of the holy writings as having been written with divine inspiration, with the guidance of God. Dan zien we zo dat de profeten en de geschriften geschreven zijn op basis van hemelse inspiratie, op goddelijke aanwijzing. But we regard the Torah in the sense of the five books of Moses as having been dictated by God. God's revealed word at Sinai. Is dat we de Torah beschouwen, de vijf boeken van Mozes, beschouwen als door God zelf gedicteerd op de berg Sinai. And that's why we call this the Torah, where Torah means teaching, instruction. It is the basis of everything, including the prophets and the holy writings that came afterward. En daarom zeggen we eigenlijk dat dit als het ware het Torah, wat staat voor instructie of onderwijzing, de basis vormt voor al het andere. Dus ook de profeten en de geschriften. And indeed, that is why at the end of the Torah, at the end of Deuteronomy, in Deuteronomy chapter 34, verse 10, we read, and there arose not a prophet since in Israel like Moses. Moses remains unique because he serves as the pipeline, the channel of divine dictation, God's word given to the world. En daarom staat er ook dat er sinds de tijd van Mozes ook geen grotere profeet is opgestaan. Omdat Mozes, zoals Mozes die de Heer gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, staat dus in vers 10, in Israël dus geen profeet meer is opgestaan. Omdat hij dus de instructie van God aan het volk gaf.
And undoubtedly, it is in that light that we can appreciate what is really the very last word of the prophets in the Hebrew Bible. The prophet Malachi, in chapter 3, last three verses of the chapter, the last three verses of the prophets in the Hebrew Bible. Daar is van belang te weten dat de profeten, dat de laatste profeet, Malachi is dat, de laatste drie versen van dat Bijbelboek. Those words begin, remember the Torah, teaching, instruction of Moses, my servant, which I commanded him in Horeb at Sinai for all Israel, both statutes and judgments. Remember that. Er staat, gedenk dan de Torah. I'm just looking where it is. The last three verses, right? Right, verse 22 in the Bible. Chapter 3, verse 22. Ik kan het snel niet even vinden, maar er staat in ieder geval geschreven van dat stuk over de Torah. Just can't find it right now because the prophet Malachi, the last three verses. Do I have the text here? Oh, yeah, kan jij voorlezen? Ik kan het nog niet vinden, sorry. Ja, het is Malachi 3, vers 22. Denk dus aan de wet van Mozes, mijn dienaar, aan die ik op de horen voorschrift met bepaling van heel ik kan geven. Kijken. Dat is het toch? Ja. Okay, thank you. Thank you. So again, just as we see at the end of Deuteronomy, that no prophet arose anymore in Israel like Moses, the last of the prophets, Malachi, is there to direct our gaze back to the words of the Torah, because that's the instruction, that's the teaching, that's the guidance. En net zoals het geldt voor de laatste profeet, Malachi, die dan wijst op de Torah, is het dat we als het ware terug worden gekeerd als daar en daar datgene waar het allemaal om gaat. Okay, so that's something that I think it's important for us to consider altogether when we confront the challenge, the opening challenge here, in question 2, that is, how do you analyze God's word in seeking instruction addressing spiritual challenges today? En dit is dus hetgene wat we in oogenschouw moeten houden als we kijken naar dat eerste gedeelte van de vraag. Hoe analyseert u Gods woord in het zoeken van instructies, het aanpakken van spirituele uitdagingen vandaag de dag? Because we see the words of the Torah, the five books of Moses, as God's user's manual to living in this world. All the guidance, ultimately, we seek in these words. En zien we als het ware de vijf boeken van Mozes, de Torah, als een soort van gebruiksaanwijzing om het leven te kunnen leiden, een richtlijn. So we use the honesty and purity to establish that trust in God's word. But we need the wisdom in order to understand the messages. Dus de eerlijkheid en zuiverheid die helpen ons in het kennen van Gods woord, maar we hebben dus ook de wijsheid nodig. I'll add further another dimension, and this is something that we discussed a couple of years ago, in particular in the Bible study session on Exodus chapter 21. En een tijdje geleden, en een paar jaar geleden, hebben we het over Exodus 21 gehad. Hebben hier ook over gesproken. That is, that God gave us not only the written word in the Torah, but also the guidance orally that enables us to understand what it's teaching and how to apply those teachings to our lives in this world. Is dat hij dus niet alleen de geschreven woorden heeft gegeven, maar ook de mondelinge overlevering
hoe wij als het ware, als een richtlijn, hoe wij kunnen leven in deze wereld. I'm not going to elaborate excessively on that right now, but I do recommend for anyone who is interested in exploring the matter further, the session entitled Exodus chapter 21, Understanding, is it really an eye for an eye? Dan is het misschien goed als je hier iets meer over wil weten. Ga hier nou niet uitvoerig op in, maar om dan eventjes de vorige sessie terug te kijken. Het gaat over de Exodus 21. Is het werkelijk een oog voor een oog? For now, we continue with the example of question 2 here. Nu blijven we eventjes bij deze vraag. En het voorbeeld wat hier wordt gegeven. And I think it'll serve as a good illustration. I'll concede at the outset that in our discussion right now, I'm not interested in going into all of the nitty-gritty and technical details, but to understand the principles. Is dat met het beantwoorden van deze vraag ik niet helemaal in de technische details gaat treden, maar meer ingaan op de principes die gelden. So a number of people expressed an interest in this issue. For example, does the Bible give guidance regarding the role of women in marriage, religion, and modern society generally? Is there a biblical answer to whether women can teach or enter the clergy or become congregational leaders? De vraag als voorbeeld geeft de Bijbel richtlijnen voor de rol van de vrouw in het huwelijk, religie en in de moderne samenleving in het algemeen. Is er een Bijbels antwoord op de vraag of een vrouw onderwijs mag geven en of ze toe mag treden tot de groep spirituele leiders van een gemeente? So predictably, my response is we need to dive into the Torah in looking for guidance. En het is natuurlijk logisch als ik zeg dat we dan weer terug moeten gaan naar de Torah die ons richtlijn geeft. And once again, my focus is going to be on principles here. En ik ga dus de focus leggen op principes hier. So, on that plane, perhaps the first place that we should turn is in Genesis chapter 1, when we read about the creation of man, in particular in verse 27. En dan zullen we dus moeten kijken naar Genesis 1, vers 27 met name. God created mankind with his essence. In the essence of God, he created him male and female. He created them. And I emphasize the end of this verse. Male and female, he created them. There's an equivalence here. The man and the woman. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En ik leg dus nadruk op die laatste woorden steeds. Met een reden. And maybe even more explicitly, at the beginning of chapter 5. Nog veel explicieter, in het begin van hoofdstuk 5. This is the book of the generations of man. In the day that God created mankind, in the likeness of God, he made him. Er staat, dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis God. Man en vrouw schiep hij hem. Oh, you're already ahead of me, you're on verse 2. Oh, sorry. But that's fine, that's where we're heading. That's exactly the point. Male and female, he created them and blessed them. And called their name Adam, man, in the day when they were created. De status man en vrouw schiep hij hen, en hij zegende hen en noemde hen mens, ten dagen dat zij geschapen werden. Significant, isn't it? That they are called Adam, the Hebrew for man, specifically when they're both created. Het is opmerkelijk hier, hè, dat er dus staat dat zij beide hen, zij de mens, werden genoemd. We have a saying in our tradition that only the two together, man and woman together, are called Adam, are called man.
In onze traditie is het zo dat eigenlijk de man en vrouw alleen samen Adam worden genoemd. Dus men, of ja, man, mens. Otherwise, we're only partial. Want anders zijn we namelijk maar een deel van het geheel. So of course, this is a critically important insight in our understanding what men and women signify together. En dit is dus een opmerkelijk gedeelte als we willen begrijpen wat de man en vrouw samen voor rol dienen spelen. The completeness is only when they are together. Het is alleen een compleetheid als zij samen zijn. So men and women indeed have different roles, but it's only when they come together that they attain completeness. Het is dus wel zo dat mannen en vrouwen verschillende rollen hebben, maar dat ze alleen compleet kunnen zijn als ze samen zijn. I feel compelled to share with you a little bit of recent American history pertaining to the civil rights movement in the middle of the 20th century. En ik wil graag, als jullie me toestaan, iets vertellen over de Amerikaanse geschiedenis, recent, een tijdje terug over het verkrijgen van het vrouwenkiesrecht. The reason I'm going to mention this is because there was a terrible scourge of racism in the United States up to the middle of the 20th century, in some ways to this very day. En het is zo dat ten tijde toen, maar ook nu, een verschrikkelijke golf gaande was van racisme. And in some parts of the United States, where there was a very well established policy of racial segregation, keeping whites and blacks separated from one another, the claim, which was a lie, was it's separate, but it's equal. En er was eigenlijk in bepaalde staten een onderscheid gemaakt tussen wit en zwart, blanke mensen en zwarte mensen, met het argument dat men weliswaar gescheiden waren, maar allemaal gelijk waren. In a landmark decision of the Supreme Court of the United States, the court ruled separate but equal is not equal. En toen bleek uit jurisprudentie van de Hoge Raad, het Hoge Rechtshof, dat gescheiden maar gelijk niet gelijk is. Now I feel compelled to emphasize this point because undoubtedly, separate but equal is not equal when one distinguishes between human beings simply because of the color of their skin. Maar het argument van gescheiden maar gelijk dat het niet opgaat als je ook kijkt naar dit punt voor wat betreft het onderscheid naar huidskleur. Because there's no reason to separate people based upon something so superficial and meaningless. Er is niets zo oppervlakkig als het ware als het onderscheid maken aan iets zo oppervlakkigs. But men and women are different. Maar de man en de vrouw zijn verschillend. And we emphatically maintain from the Bible that men and women are separate and are equal. En uit de Bijbel kunnen we dus halen dat dat man en vrouw gescheiden zijn, maar ook gelijk zijn. That is, one only attains completeness by bringing man and woman together in the bond of marriage. Is dat er dus alleen een gelijkheid kan zijn als ze samen zijn, dus een compleetheid binnen het verbond van het huwelijk. They come together as expressed in Genesis chapter 2 as helping one another. En zoals in Genesis 2 blijkt, is dat moment als dat ze zeg maar samenkomen, elkaar aanvullen.
but they don't become the same. Maar ze worden dus niet hetzelfde. Now, this is a realization that we can also appreciate if we consider the implications of Psalms. Psalm chapter 45, verse 14. En dit is ook wat we dus kunnen halen als we kijken naar de psalmen, uit psalm 45, vers 14. The expression is a metaphor. The daughter of the king is all glorious within. En het is een metafoor wat hier aangehaald wordt. Er staat, louter pracht is de koningsdochter daarbinnen. Now, the king's daughter as a metaphor for women. Nou, de dochter van de koning hier is een metafoor, eigenlijk een metafoor voor vrouwen. Is of course not to be in any way looked down upon as inferior. Er zou dus absoluut niet op neer moeten worden gekeken als iets inferieurs. But there is simultaneously the challenge that in life there is the inward realm and the outward realm. Tegelijk is er ook de uitdaging dat er een inwendige en naar binnen gerichte realiteit is, maar ook eentje die naar buiten toe geldt. They're both important, but they're often separate, even though they're equal. Ze zijn beide belangrijk. Ze zijn dus gescheiden, maar tegelijk ook hetzelfde. I'm stating this because we have a tradition pertaining to Deuteronomy chapter 17. Verse 15. En ik wil ook benadrukken omdat wij een traditie hebben. Als je kijkt naar Deuteronomium 17, vers 15. The verse speaks of the appointment of a king, a ruler. Dan gaat het vers over het aanstellen van een heerser, een koning. It speaks of appointing a king over you. Dus om een koning over je te stellen. And given the instruction in the verse, in our tradition, it's speaking specifically about a king. Male. Dan staat er in onze traditie dat het dan gaat over een koning. Mannelijk. That's not in any way to look down upon the role of women, but the public face, the leader, is in the biblical paradigm the male king. Dus absoluut niet om inferieur neer te kijken op vrouwen, maar is vanuit de traditie, zoals je die hier ook leest, dat het gaat dan over een mannelijke heerser, koning. And this inevitably leads me to considering the question that was asked. Does the Bible give guidance regarding the role of women in marriage, religion and modern society generally? En dan wil ik graag wel ingaan op de vraag zoals die hier gesteld is. Geeft de Bijbel richtlijnen voor de rol van de vrouw in het huwelijk, religie en in de moderne samenleving in het algemeen? So, our response is, the Bible gives guidance regarding everything, period. Dus is het zo dat de Bijbel ons richtlijnen geeft voor alles, punt. The challenge for us will always be understanding how to read that guidance in our lives. De uitdaging die voor ons ligt is om datgene te lezen als richtlijn voor ons leven. And here we continue to be faced by a challenge. And I'm not going to provide any definitive bottom line so far as how to resolve that challenge. En ook hier hebben we dus weer zo'n uitdaging te pakken. En ik ga dus niet een knippert naar antwoord geven hoe we deze uitdaging aan moeten gaan. That is, on the one hand, we
regard that guidance in selection of the king as providing us with crucial guidance in leadership roles generally. This is part of our tradition so far as what the Bible is teaching us here. Dan is het zo dat aan de ene kant het zo is dat als we dat vers dus lezen en dan hebben we het over een mannelijke koning, dat ja, onze traditie daar zo op dat als richtlijn eruit haalt. On the other hand, could it possibly mean then that women are inferior? No, because Genesis chapter 1, Genesis chapter 5 also provide us with guidance in recognizing that one can only envision completeness in man and woman coming together as equals with parallel but different roles in attaining that completeness. Dan is het zo dat Genesis 1 en 5 aan de andere kant dus laten zien dat voor wat betreft de man en de vrouw er dus een onderscheid is, maar ook een heelheid, een compleetheid als ze samen zijn. Broadly, I can't help but note here that in Judaism there is something of a sense of those distinct roles in what we could broadly describe as the two major focal points of the Torah in our living. En is het goed om ook aan te geven dat voor wat betreft ons Joods geloof die twee gezichtspunten als het ware heersend zijn in de maatschappij. What are for us the two primary focal points of the Torah in our lives? Wat zijn de twee punten voor wat betreft datgene waar we ons willen richten ten aanzien van dit punt? Well, the secondary one, the less central one, is the synagogue. Nou, de tweede, minder centrale als het ware punt, is de synagoge. The house of worship. Het huis van aanbidding. Where we do some things, we read the Torah together, we pray together. Ja, waar we samen de Torah lezen en samen bidden met elkaar. But the primary focal point of the Torah is the home. Maar het primaire punt waar de Torah als het ware zichtbaar wordt is thuis. Where we live the Torah together. Waar we samen de Torah uitleven. So broadly, in the synagogue, we regard the man as having the more central role because it is his responsibility to be going to the synagogue, to be coming together in the house of prayer. And we regard the woman as having the central primary role in the Jewish home. Is het zo dat voor betreft het tweede punt, dat de aanbidding als ware in de synagoge, het de taak van de man is om zijn verantwoordelijkheid te nemen om naar de dienst te gaan? En het tweede is datgene wat zich thuis afspeelt, dat de vrouw daarvoor verantwoordelijk is. Both parents play a role in teaching the children. Daar ligt dus een rol voor de ouders om hun kinderen te instrueren. But generally, who plays the more important role in introducing the children to God? The mother. Maar wiens rol is het eigenlijk dan om de kinderen kennis te laten maken met God? Het onderwijzen, dat is de vrouw. Both, for example, play a role in bringing the holiness of the Sabbath into the home. En beide hebben dus een rol voor de Shabbat om de heiligheid het huis in te leiden. But who plays the first role in first ushering the Sabbath into the home by lighting the candles? Maar wie heeft dan de eerste rol voor wat betreft het binnenhalen van de Shabbat door het aansteken van de kaarsen? And of course again the answer is the mother, the woman. Dat is het antwoord, is het dus logisch, dat is de vrouw, dat is de moeder.
Of course, as I'm sure you readily appreciate, I'm not really giving you any clear, unambiguous answer to these questions. En zoals je misschien doorhebt, geef ik je niet een eenduidig antwoord op al deze vragen. And I'm not going to either. En dat ga ik ook niet doen. But if you ask, is there a biblical answer to whether women can teach or enter the clergy or become congregational leaders? Maar als je de vraag stelt, geeft de Bijbel richtlijnen voor de rol in het huwelijk, religie en in de samenleving? My answer is yes, sure. En voor wat betreft het vrouw die onderwijs mag geven en mag toetreden tot de leiders, dan zeg ik ja, die zijn er. The challenge is figuring out what that answer is. De uitdaging is alleen om na te gaan wat dat antwoord is. That the answer is not self-evident doesn't mean that we shouldn't be struggling through wisdom, not only through purity, but through our minds to find God's guidance to us. En dat het dus niet zo is dat voor wat betreft die richtlijnen, dat we niet mogen zoeken als het ware. Dus in het inzicht krijgen door middel van wijsheid dat te benaderen. En niet dus door dat kinderlijke. And that's the note upon which I'd like to conclude, considering that the hour is late. En daar wil ik eigenlijk dan graag een conclusie van maken, aangezien gezien de tijdstip. The most critical goal is to ensure that we invite God into our lives, into our minds, and into our hearts. Het meest belangrijke is dus dat we God uitnodigen in onze levens, in ons verstand, in onze gedachten en in ons hart. So we appreciate that God gives us the guidance that we need in order to do what we need to do. Dat we waarderen dat God ons leiding wil geven in datgene waartoe we geroepen zijn om te doen. Whether or not we understand the answers all the time is a secondary question. Dat we niet altijd alle antwoorden begrijpen, dat is iets wat secundair is. But returning to the point with which we began, we need the children's honesty and purity, and we also need the wisdom that comes with maturity, that comes with older age, in dedicating ourselves always to listening to God's guidance and seeking it out wherever we can. En dat is dus om te jagen naar dat eerlijke, dat pure, als het ware, dat zuivere van het kinderlijke, maar ook met wijsheid om de weg te kunnen gaan die we moeten gaan. That's the challenge of relating God's word to God's world. Dat is de moeilijkheid van het toepassen van Gods woord in zijn wereld. The rest of the details, we'll get them another time. God bless you. Andere details moeten een andere keer komen. God zegen.